Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar deze aflevering. Vandaag spelen wij Slender The Arrival. We zijn aanbeland bij de allerlaatste aflevering en dat ook op de allerlaatste dag van de Halloween Horror Week op mijn YouTube kanaal. Hey, er ligt iets. Ja. Papiertje. Hey. Mooie mensen bij elkaar. Dit is een family. Maar we moeten iets vinden toch waar we mee het hek kunnen openmaken. Daar glinst het iets. Dat is een sleuteltje. Oh nee, jawel. Dat is een sleuteltje. Maar nou moeten we weer door dat ene huis zeker. Ik wil niet veel zeggen, maar een boertje gelaten, maar er zat best wel een knoflook luchtje aan. Sorry. Dat was even iets minder. Oké, gaan we weer. Pak even het papiertje even mee. Dankjewel. Kaakt ook van alles, joh. Sprintje doorheen, deze kant. Nou is het in één keer wel donker, hoor. Ja, nu gaat hij komen. In dat huis, als je die poort ja. Daar is hij. Daar wordt hij gekild. Ja, hij wordt niet gekild. Hij overleeft altijd, joh. Slender. Nee, jij. Oh, ik. Oh, van deze video. Dat is zo. Goed, man. Yo. Dat is echt een slang, hè? Als je hierin loopt, is die slang. Ik blijf gewoon sprinten, hoor. Dat is die slang. Nee, dat is geen slang, dit. Ik heb nooit een slang tikken dingen horen doen, hoor. Ja, dat trommeltje. Een trommelslang zeker dan, of zo. Ja, en die kan met z'n kieuwen. Een slang met z'n kieuwen. Dat is een kerk of zo. Ja. Een kapelletje. Die deur is dicht, zeg. Woehoe! Is die weer weg, hoor? Zullen we hem toespaat? Fijn dat we vandaag op één zijn gekomen. Check nu eens naar rechts. Wah! No. Hij stond daar in één keer, joh. Ja, hij zat hier om het hoekje, joh. Oh, wat is het, baby? Wat is het? Een paar koffers. Scheermachines. Mag ik ook nog wel pakken of. Nee! Kan ik het weg? Retry. Wat was dat? In één keer uit het niets, joh. Ja, als we helemaal nieuw moeten die dingen. Oh, alleen dit gelukkig. Ja, mensen moeten wel dat schrikmomentje niet onthouden komt houden. Ja, die is niet zo eng meer nou. Als je doorheen loopt. Maar hoe moet ik haar dodgen dan? Moet ik hier dan een rondje lopen of zo? Is links, gaat naar links, stukje. Dan gaat stukje naar links. Wat dan? Oh, dat hij hier stond. Dat is wel. Ik denk, want zij komt door die deur in, hè? Ik denk dat ik straks door die deur hier moet. Gewoon een rondje rennen. En dat ik daar weer bovenuit kom en dan kan ik zo naar buiten rennen, denk je niet? Edenetje, als je hem daar. Oh ja. Wat zij komt daar? Dat ik gewoon dit rondje zo pak, zo wop. Ja, woppa. Kan maar staan. Ja, hij zat achter me sowieso. Zo, maak ik dit rondje, dan is die in ieder geval weg. Hij is niet weg. Nu is die al weg. Dat schrok je weer even gewoon. Automatisch. Ja, oké. Okay. Ik schrok wel even niet. Dit ga ik oprapen en dan loop ik door dat deurtje en loop zo'n rondje en dan wop. Kan maar staan. Ik hoop het gewoon. Pak het snel. Als die recht is. Komt die bitch? Ja. Hoppa, what you gonna do, what you gonna do when I come for you? Bad girl, bad girl. Ik hoor het nog steeds hoor, of niet? Ik ga niet kijken, ik blijf gewoon doorrennen hoor. Ho, ho. Hier kan ik niet meer sprinten. Mag je niet weer dicht? Zou ik hem wel dicht moeten doen? Ik heb een rare enge kamer. Oké, leuk voor je. Een kelder.
Oké, hier kunnen wij. Niet dat. We gaan gewoon naar beneden. Gewoon een bommetje. Echt een beetje. Wow. Oh, dit ging wel heel soepeltjes, joh. Moet ik eerlijk zeggen. Nee, ze hebben me. Yo. Dit hoort erbij, kan Jan. Het zijn er twee. Oh, die de camera laat vallen. Ja, je hebt camera oh, laat dat vallen. Kan ook. Ja, natuurlijk. Dat die andere door. Ja, ja. Oh, je bent echt slim, vrouw. Ik ben echt blij dat jij erbij bent. Een beetje iemand met intelligentie. Ah, hij vliegt me. Wat dan? Jij bent ook goed, maar met andere dingen. Zoals veten strekken en zo. En... Hij is open. We kunnen verder. Maar kijk hoe lang nog. Dat batterij komt erbij, joh. Nee, dat komt er zeker niet bij. Nee, maar dit is echt bijna het einde, joh. Yo, we willen niet zo enge geluiden maken. Het is gewoon een didgeridoo, hoor. Ik weet niet waar ik heen moet. Ja, dat is zo'n duidelijke arm moet geven. Ja, dat is ook een beetje het spel, denk ik. Deze kant. Ah, nee, zag ik het. Nee, ging het lampje branden. This is how it had to go. I can't save me anymore. Slaan we zeker uit. Ik moet wel zeggen, ze hebben wel een hele grote broekzak hoor. Weet je, alles duwt ze er maar in, hè? Nou, weet ik niet hoor. Dat is gewoon niet. Ja, hierboven. Nou, ik denk dat ik wel mee moet dan ofzo. Maar raad je niet berg opwaarts kan sprinten hoor. Nou, denk ik niet hoor. Hier ook kennen denk je? Ja. Nee, net niet. Nee. Ik denk ook niet dat ik daar allemaal zijn. Maar laat me ook gewoon schrikken hoor. Ik ook niet op hoor. Hier. En het lampje gaat weer aan. Wonder. Dat zijn mijn voetstappen hoor. Op aarde. Heel overdreven. Ja, dat is wel een beetje bang. Ik weet Cristiano Ronaldo. Meet me by the street in the car? Ik heb niet gelezen, joh. Je bent iets van meet me. Ja, ik ben gewoon van het gaan, joh. I'm so sorry. Oké, geen probleem. Excuses en afwaard. Alles zat in de fik. Heel. Wacht, weet je wat ik denk? Dat die vermiste jongen heeft op die posters zodat die Slenderman is. Dat zou ook kunnen, ja. Ja, want toen was zijn huis verbrand. En toen is hij zijn gezicht kwijtgeraakt. Ja. Ik ben gepakt. Tangled. Retry. Huh? Yo, wat was die fout aan gaan? Ik was gewoon aan het gaan. Dat was onder fik. Een Tangled is dat het gepakt, hè? Ja. Als je vast zit. Ze moet de andere kant op. Ze moet nu naar rechts gewoon. Net naar links. Ja, maar die boom. Ja, maar daar die staat. Maar Slenderman die staat daar gewoon. Dus ik moet deze kant op. Kijk, hier valt zo'n boom. Hier valt, dus dan moet ik hier naar rechts. En hier gewoon naar links. Hij staat daar. Hij staat daar, kijk. Daar ga ik dan toch niet heen? Nee, dat is de bedoeling waarschijnlijk. Hij leidt je juist naar de goede kant, denk ik. Deze kant zie ik hem niet hoor, ik zie hem niet.
Oh, nou zak ik in de fik. Hier. Ga de grot door. Die komt vandaan. Komen we hier vandaan? Nee toch? Hier komen we vandaan. Nee toch? Jawel. Hier kom je wel vandaan. Hier ben ik niet geweest hoor. Lijkt allemaal op elkaar joh. Wat gebeurt er allemaal? Ik heb een gebroken gevoel. Ik ben echt te sparen om te spreken. Ik begin een beetje te huilen. Ik ben niet blij met iedereen. Mezelf zijn is echt een probleem. Ik kan niet lachen met wie ik wil. Geen verschil. Voor mij gaat het goed hè? Er gebeurt echt nu geen gekke dingen. Deze kant hier tussendoor. Mag ik doorlopen? Klote bomen? Oh, hier kan ik niet heen joh. Nee, mag niet. Ja, nou word ik weer gepakt zeker, of niet? Ja, dan echt maar. Ja, of dit hoort. Want dit hoort denk ik dit. Hij zat daar links, rechts bedoel ik heel. Zo, wat niet. Waarom zou ik zo wazig ook? Ja, ik weet niet, alles staat ook in de fik, maar waarom ook heen joh? Zie daar, joho. Ik kan niet meer rennen, ik zit vast joh. Ik kan niet meer bewegen. Joh! Maar waarom moet ik heen? Hier links ging ik net ook naartoe, ik kom ook nergens mee. Ja. Deze man, jongen. Hier moet ik heen. Hier moet ik heen. Hier moet ik heen. Sowieso. Dit ziet er echt mooi open uit. Ja, daar is een deurtje, denk ik. Ja. Word je nu gepakt, hè? Ja, dit wordt zal wel. Zal wel weer. Waarom moet ook gelijk die knal open? Ja. Hey. Oh, kijk, ja. Nou, we zijn echt bijna bij het einde. Kijk linksbovenin. Batterijtje. Kijk, dit zijn weer van die keuzes. Die kan je niet. Moet je een sleuteltje hebben. Die liggen hier toevallig. Dat is beter om gelijk die deur open kunnen laten. Ja, echt, hè? Ze hebben nog één hele erg schrik ja. Maken. Oh, maar kijk dan. Die zaklamp is ook kapot. En dan gaat het ja, hier worden zo wat loopt dood volgens mij. Hier. Oh nee, we kunnen nog toe. Ja, mee gaan we blijven komen. Nee, Slenderman. Die gaat sowieso op het einde zijn. Dat neem ik aan van wel. Even een sprintje trekken als het kan. Deurtje maar even. Oh, hier is. Oh, hier ligt iets. Maar ik ben bang dat hij wat gaat doen. Oh, dat is een camera. Oh, dit is die camera, denk ik. Oh, ik kan hem niet aan. Ik heb hem aangeklikt. Ik durf niet te kijken daar. Ga het hoek staan. Ik kijk gewoon niet op. Zo? Als dan even die man op moet je wegrennen, hè? Hij zit in de fik hoor. Dat is hij, dit is die man. Die ja, killen. Ja. Oké. Okay. Yo. Wie is daar? Oei. Waarom doen ze dit ons aan, hè? Oh, we zijn... Oh, dit is het huis. Kijk eens dat bobtje daar. Ja, zij zit daar, maar daar ga ik dus echt niet naartoe. Boekje lezen. Mooi boekje. Terwijl zij naast zit. Alles goed? Ik ga eventjes deze kant op, ja. Nog een dingetje.
Vraagtekentje. oh ja, nee, tuurlijk. Nee, nou begrijp ik. Want als je dan... Ja, ja tuurlijk. Ja, maar als je dat dan gewoon doet... Ja, dan is ja, het, is ja, echt. Maar, ja. En ze is gone. Dat is natuurlijk. En ze is gone. Ja, die is naar boven. Homma. Oh. Kate is boven, dan moet je wachten. Kate, kom. Jank altijd ook, hè? Wat een klote. Dit is echt heel eng. Ja, dit is gewoon klote ook, dit. Ja, maar dit is echt ding eng, meen ik serieus. Maar ook zonder lampie. Ja, Slender is hier. Oh, hier zit ze, hoor. Ik denk dat ik haar gewoon even schouderkloppie. Ik ga wat gebeuren, niet schrikken, jongens. Ja, dat was dat joch met die capuchon, joh. Ja, niet helemaal. Nee, nee. Hier ben ik neer. Nu ben ik neer. Ik heb wel mooie schoenen aan. En weg zijn we. Zat je nou echt te kijken? Nee, ik kreeg gewoon de rilling, kreeg ik, hè. Zag je dat? Ja. Loading, dus er gebeurt niks nou, joh. Yo, dit was het. Ik had een ander einde verwacht. Ik had verwacht dat Charlie gewoon in één keer dat hoofd van Slender werd van Charlie kwam. Ja, maar ik dacht gewoon dat die Slender iets deed, joh. Nou, gaan we nu een leuk spelletje spelen? Vond je dit niet leuk dan? Nou, ik vond wel lachen, maar ik vond het wel heel eng. Ja, dat bedoel ik. Een ontspannende spelletje. Thank you, graag gedaan. Maar stel je mag dit spel een cijfer geven. Om sneller te spelen geef ik het een min 1, want omdat ik het gewoon niet durf. En precies hetzelfde voor mij. Om het aan te zien, om te kijken, vind ik het alsnog heel eng. Maar de kwaliteit van het spel geeft minimaal wel een 7,5. Nou, het zijn mooie, ja. Zijn mooie woorden ook. Vanwege wat heb het jij einde, dat het een kut einde is, vind ik het eigenlijk wel een 6,5 hier waard. 6,5, nou, dat is prima. Dat? Prima, boven het gemiddelde. Einde gaat van iets met Slenderman. Dat was gewoon. Ja, ik ga toch nog 0,2 omlaag. Omdat. Ik vond het geluid een beetje te hard. Want dan hadden ze beter moeten aanpakken. Ja, maar dat geluid dat heb ik zelf. Dat ken je ook zelf. Nee. Mag ik nou gewoon mijn woorden doen, ja, of niet? Nu mag de king. De king van het spel mag het zeggen. Ja, ik vond het een leuk spel. Ik heb natuurlijk zelf heel veel gespeeld ook. Spannend. Vooral dat joch met die capuchon en met die zaklamp, weet je wel. Ja. Ik vond het echt zo geweldig spel. Ik geef het een 3. Oké, goed resultaat.